De gierige pottenbakker. Er was eens een pottenbakker in Spanje die zijn vak zo goed verstond dat alles wat er uit zijn ovens kwam een lust voor het oog was. Hij maakte sierlijke vazen en kruiken, fraai gekleurde schalen en borden en kopjes en bekers die uitnodigden om te drinken. In de hele omgeving was er niemand die zulk goed werk leverde. Maar de pottenbakker had twee onaangename eigenschappen. Hij was lui en gierig. Dat was ook de reden waarom hij er geen knecht op nahield. Dan kon hij werken en slapen op de uren die hem zelf het beste uitkwamen. En hij hoefde geen geld uit te geven voor het loon van een knecht. Op zekere dag ging de pottenbakker op weg naar de markt om zijn waren te koop aan te bieden. Het was buitengewoon warm en de pottenbakker duwde schokkend zijn karretje voort. Zou hij niet liever even uitrusten in de schaduw van de bomen? De potten op zijn kar rammelden terwijl hij peinzend verder liep. Als hij wel naar de markt ging, zou hij aardig wat geld verdienen. Wat stak die zon toch? De pottenbakker bleef even staan om zijn voorhoofd af te vegen, want het zweet stroomde langs zijn gezicht. Het was doodstil op de weg. Alleen de krekels chirpten. En het was zo warm dat je de lucht boven het gras kon zien trillen. Goedemiddag, meneer Pedro, klonk het plotseling achter hem. Toen de pottenbakker verschrikt omkeek, zag hij dat er een jongen achter hem stond. De pottenbakker keek de jongen verwonderd aan. Hoe wist die knaap dat hij Pedro heette? Voor zover hij zich herinnerde, had hij de jongen nooit eerder ontmoet. Maar de jongen deed alsof het de gewoonste zaak van de wereld was dat hij hem kende en ging verder. Ik zou graag bij u in dienst komen, meneer Pedro. Ik dacht dat u wel een knecht kon gebruiken in uw werkplaats. De pottenbakker antwoordde gauw. Een knecht? Hoe kom je erbij? Ik zou niet weten wat ik een knecht moet laten doen. Er is nauwelijks werk voor mezelf. Het zijn slechte tijden voor de pottenbakkers. De jongen glimlachte. Dat geloof ik niet, zei hij rustig. Er is werk genoeg. Bovendien, vervolgde hij terwijl er een slim lichtje in zijn ogen verscheen, zou het u geen geld kosten. Ik hoef er niets voor te hebben en mijn werk is goed. De pottenbakker verslikte zich bijna van opwinding. Iemand die beweerde dat hij voor niets wilde werken. Hoe was dat mogelijk? Zou daar niets achter steken? Maar stel je voor dat het waar was. Hij zou het zichzelf nooit vergeven als hij zo'n kans zou laten lopen. Maar waarom werk je dan? Vroeg hij achterdochtig. Weer glimlachte de jongen. Omdat ik niets anders te doen heb, zei hij eenvoudig. Die jongen was niet goed bij zijn hoofd, besloot de pottenbakker. Werken omdat je niks anders te doen hebt. Alsof zoiets een goede reden was. Wist hij maar zeker of hij de jongen kon vertrouwen. Tja, begon hij aarzelend. Als je werkelijk je vak verstaat zoals je zegt, zou ik je wel voor een dag of wat op proef kunnen nemen. Afgesproken, zei de jongen opgewekt. Wanneer kan ik beginnen? Pedro dacht na. Zijn plan om naar de markt te gaan kwam hem hoe langer hoe minder aanlokkelijk voor. Je zou nu meteen met me mee kunnen gaan, stelde hij voor. Het is eigenlijk veel te warm naar de markt te gaan. Bij het huis van de pottenbakker aangekomen, keek de jongen belangstellend rond. Hij knikte tevreden. Het bevalt me hier wel, merkte hij op. Hier zal ik goed kunnen werken. Hij draaide zich om en liep het huis uit. Tot vanavond, meneer Pedro. Ik ga nu eerst wat slapen. De pottenbakker keek hem stom verbaasd aan. Slapen? Riep hij uit. Je bent toch gekomen om te werken? Trouwens, het is helemaal geen tijd om te slapen. Het is klaarlichte dag. De jongen keek hem over zijn schouder aan. Ik werk nu eenmaal liever 's nachts, verduidelijkte hij. Dan werk ik harder dan 50 pottenbakkers bij elkaar. En zonder dat ik er geld voor vraag, voegde hij er met veel nadruk aan toe. Pedro kon zijn oren bijna niet geloven. Het begon er allemaal steeds gunstiger voor hem uit te zien. Een knecht die harder werkte dan 50 pottenbakkers samen, zonder dat hij ook zelfs maar loon verlangde. Hoe kon hij het zo treffen?
dat hij 's nachts wilde werken, moest hij eigenlijk zelf weten. Het stelde hem in staat rustig te slapen en overdag wat rond te lummelen, zonder dat iemand op zijn vingers keek. Met een knecht die werk voor 50 man deed, was het tenslotte niet nodig dat de baas ook nog iets deed. Goed, goed, zei hij tegen de jongen. Je doet maar wat je niet laten kunt. Tot vanavond dus. Hoe zei je ook weer dat je heette? Dat heb ik nog niet gezegd, merkte de jongen op. Maar u mag me Pico noemen. En voordat ik het vergeet, ik reken erop dat er vanavond 4000 kilo klei voor me klaar ligt. Voordat Pedro nog iets had kunnen zeggen, was de jongen verdwenen. 4000 kilo klei, mompelde de pottenbakker verontwaardigd. Dat is me nogal wat. Maar toen bedacht hij hoeveel potten en vazen daaruit konden worden gemaakt en hoeveel geld hem dat zou opleveren als hij ze verkocht. Daar moest hij dat sjouwen met klei maar voor over hebben. De hele middag was Pedro in de weer. Hij liep af en aan met zware stukken klei en toen het avond was, stond er 4000 kilo klei op de binnenplaats. De zon ging onder en de schemering viel in. Net begon Pedro te vrezen dat hij door de jongen voor de gek was gehouden, toen Pico fris en monter verscheen. Zo, zei hij, opgewekt in zijn handen wrijvend, ik zie dat ik aan de slag kan gaan. Gaat u dus maar slapen, meneer Pedro. De pottenbakker had zich echter voorgenomen te kijken hoe de jongen het zou klaarspelen al die klei in 1 nacht te verwerken. Hij zei dan ook dat hij hem graag gezelschap zou houden. Maar Pico was onverbiddelijk. Ik kan niet werken als er iemand op mijn handen kijkt, zei hij. Er zat dus niets anders op dan dat Pedro ging slapen. Al gauw viel de pottenbakker in slaap. Even na middernacht werd hij wakker. En omdat hij nieuwsgierig was, sloop hij op zijn tenen naar het raam om te kijken hoe ver Pico gevorderd was. Op de binnenplaats stonden rijen en rijen vazen, kruiken, schalen en kroezen. Van de hopen klei was vrijwel niets meer over. Vanuit de werkplaats klonk de vrolijke lach van de jongen en even later kwam hij handen wrijvend naar buiten. Pedro dook weg, want hij wilde niet dat Pico hem zag. Hij liet zich op zijn bed vallen en dacht, hoe het mogelijk is, zal ik wel nooit begrijpen. Het belangrijkste is dat ik op deze manier de rijkste pottenbakker van de wereld zal worden. En zo viel hij in slaap. De volgende morgen, toen de zon alweer hoog aan de hemel stond, werd hij wakker doordat Pico aan zijn schouders schudde. Ik ben klaar, meneer Pedro, zei hij met een glimlach. Het viel de pottenbakker op hoe fris en uitgerust de jongen er nog uitzag. Vannacht ga ik de potten bakken, voegde hij eraan toe. Ik heb 10 karren vrachten hout nodig voor de oven. De jongen verdween en de pottenbakker stond op en begon aan zijn taak. Het viel niet mee om 10 karren vrachten hout bij elkaar te krijgen. Zo was de pottenbakker de hele dag in touw. Toen het avond werd, had hij het laatste hout opgestapeld. Goedenavond, meneer Pedro. Daar was Pico weer. Ik zie dat het hout er is. Gaat u dus maar lekker slapen. Die keer sputterde de pottenbakker niet tegen. Hij was zo verschrikkelijk moe geworden dat hij maar al te graag zijn bed opzocht. Het duurde dan ook maar een paar minuten of hij viel in slaap. Het was middernacht toen hij wakker schrok. Een flakkerend schijnsel van buiten wierp vreemde schaduwen in zijn kamer. En toen hij naar buiten keek, stokte zijn adem. Het leek wel of Pico al het hout tegelijk in brand had gestoken. Zo hoog laaide het vuur in de oven op. Vanaf het midden van de binnenplaats gooide hij de potten en vazen met een grote boog in de vlam. En bij het gerinkel dat dat veroorzaakte, schaterlachte hij luid. Mijn geld, dacht Pedro. Maar hij durfde niet naar beneden te gaan. Er was iets eigenaardigs dat hem tegenhield, al wist hij niet wat dat was. De vlammen misschien of de vreemde lach van de jongen. Pedro besloot te wachten tot het licht was. Dan was alles anders. Dan zou hij die Pico wel eens vertellen hoe hij over hem dacht.
De volgende dag werd hij wakker doordat Pico hem aan zijn arm trok. Goedemorgen, meneer Pedro, zei de jongen. Alles is klaar. En als u ervoor zorgt dat de spullen worden opgeladen, kunnen we er morgen mee naar de markt. De pottenbakker keek hem ongelovig aan. Hij had hem die nacht toch met alles zien smijten. Vlug kleedde hij zich aan en haastte zich naar de binnenplaats. Daar stond een verzameling aardewerk zo mooi als hij nog nooit had gezien. Maar, stotterde hij niet begrijpend, hoe heb je dat allemaal klaargespeeld? Pico glimlachte geheimzinnig. Vragen is er niet bij, meneer Pedro, zei hij terwijl hij in de richting van de poort liep. Zorgt u er nu maar voor dat alles wordt opgeladen. Het kostte Pedro de hele dag om alles op de karren te krijgen. Hij gunde zich nauwelijks de tijd om te eten en 's avonds tuimelde hij doodmoe in bed. Wat een geld zal ik morgen verdienen, dacht hij tevreden. En met die gedachte viel de pottenbakker in slaap. Die nacht sliep hij in één ruk door tot de volgende morgen. Hé daar, meneer Pedro, klonk de stem van Pico vanaf de binnenplaats. Wakker worden, het is tijd om naar de markt te gaan. De pottenbakker haastte zich naar beneden en even later was het tweetal met 2 zwaar beladen karren aardewerk op weg naar de markt. Daar duurde het niet lang of er verdrong zich een menigte mannen en vrouwen rondom hen die allemaal wilden kopen. Zo groot was de vraag naar het aardewerk dat de karren al een uur later leeg waren. Pedro zat uiterst tevreden tegen een wiel geleund. Hij keek beurtelings van Pico naar de lege karren. Zeg, jongen, begon hij aarzelend. Ik weet wel dat je gezegd hebt dat je voor niets zou werken, maar misschien doe ik je toch een plezier met een stuk of wat munten. Toen hij dat had gezegd, was hij helemaal rood geworden. Zo moeilijk vond hij het om afstand te doen van zijn geld. Tot zijn opluchting begon Pico hartelijk te lachen. Nee hoor, baas, dat is niet nodig. Afspraak is afspraak. Ik heb gezegd dat ik voor niets zou werken en dat doe ik ook. De pottenbakker haalde verlicht adem en keek met een gelukkig gezicht naar de grote zak met geld. Misschien wil je dan vanavond bij me komen eten, stelde hij voor. Je hebt hard gewerkt de laatste nachten. Het is niet goed om aan de slag te gaan met een lege maag. Dat ben ik ook niet van plan, meneer Pedro, antwoordde de jongen. En tot grote schrik van de pottenbakker voegde hij eraan toe. Werken is er voor mij niet meer bij. Wil je beweren dat je me nu in de steek laat? Vroeg de pottenbakker hevig geschrokken. Dat kun je toch niet zomaar doen? Pico lachte. Hij stond op, sloeg het stof van zijn kleren en zei... Vaarwel, meneer Pedro, ik wens u het beste. En hij draaide zich om en verdween. Teleurgesteld ging de pottenbakker op weg naar huis. Nu zou hij zelf weer aan het werk moeten. Maar allereerst moest hij de zak met geld goed zien te verstoppen. Moe en slecht gehumeurd stapte hij die avond in bed en sliep tot de volgende morgen. Hij werd wakker van luide stemmen onder zijn raam. Toen hij naar buiten keek, zag hij een dreigende menigte op de binnenplaats staan. We willen ons geld terug, Pedro, riepen ze en sommigen balden hun vuisten. Pedro stond te trillen op zijn benen. Wat wilden al die mensen toch van hem? En wat bedoelden ze met we willen ons geld terug? Hij begreep er niets van. Mensen, mensen, willen jullie even stil zijn? Smeekte hij. Bij mijn weten heb ik jullie niets misdaan. Dit moet een misverstand zijn. Helemaal geen misverstand, krijst een oude vrouw venijnig. Je hebt ons rommel verkocht. De pottenbakker begon het benauwd te krijgen. Rommel? Wat bedoelde ze daarmee? Maar vertel dan toch eens wat er precies aan de hand is, vroeg hij ongelukkig. Ik ben me echt van geen kwaad bewust. Van geen kwaad bewust, herhaalde een man die er gevaarlijk sterk uitzag. Wil je soms beweren dat het gewoon is als je bord in gruzelementen valt, nog voordat je het op tafel hebt gezet? Of dat je kopjes uit elkaar vallen zodra je er melk in schenkt, riep een woedende jonge moeder. De pottenbakker kon zijn oren niet geloven. Nee, dat kon niet waar zijn. Het was alleen maar een akelige droom. Maar dat het geen droom was, bleek maar al te duidelijk toen het oor van een kruik rakelings langs zijn hoofd zuisde. Daar heb je een stuk van je mooie kruik terug,
bulderde een dikke man met een vuurrood gezicht. De wijn loopt er even hard uit als je hem maar inschenkt. Houd op alsjeblieft, riep de pottenbakker, terwijl hij zijn handen beschermend tegen zijn hoofd hield. Ik kan het jullie misschien wel uitleggen. Aan uitleggen hebben we niets, klonk het uit de menigte. We willen ons geld terug en daarmee uit. Pedro begreep dat er niets anders op zat dan de mensen hun zin te geven. Als hij het niet deed, zouden ze hem vast en zeker een pak slaag geven en alles in zijn werkplaats in stukken slaan. Rustig, mensen, je geld kunnen jullie krijgen, riep hij. En haastig dook hij onder zijn bed waar hij de zak met geld verborgen had. Toen liep hij terug naar het raam en stortte de zak op de binnenplaats leeg. Dat werd een gegrabbel en gegraai. Toen iedereen zijn geld terug had, werd het weer rustig op de binnenplaats. Pedro zuchtte. Al met al was het nog goed afgelopen na de streek die Pico hem had geleverd. Wie zou de jongen eigenlijk zijn? Misschien wel iemand die hem een lesje wilde geven voor zijn gierigheid. Nu, zijn lesje had hij geleerd, dat stond vast. Gierig zijn was er niet meer bij. En als hij rijk wilde worden, zou hij hard moeten werken. Dat had hij wel begrepen.